Welkom bij een nieuwe aflevering van Da Woord Toe. Lieve vrienden, in deze aflevering zullen we zoeken naar het antwoord op een zeer belangrijke vraag, namelijk: Is God te vertrouwen? Met andere woorden, Kan ik God vertrouwen? Laten we bidden. Heer, wij danken u dat wij weer in het woord van u kunnen duiken, en wij bedanken u. Dat u zelf antwoord zal geven op deze vraag. Geef dat uw Heilige Geest ons zal leiden in het Woord, en dat het Woord ons mogen versterken, en dat het Woord ons ook weer de waarheid mogen vertellen vandaag. In Jezus' naam. Amen. In 2009 werd de Amerikaanse zakenman veroordeeld tot 150 jaar cel. Uit onderzoek bleek. Dat zijn bloeiende bedrijven duizenden mensen voor miljarden Amerikaanse dollars hebben opgelicht. Mensen vertrouwden erop dat de man aan wie ze hun zuurverdiende geld hadden toevertrouwd, in hun belang zou handelen, maar dat vertrouwen werd beschaamd. Vertrouwen is essentieel in het dagelijks leven. We vertrouwen erop dat we het pakket. Dat we van familie uit Nederland moeten ontvangen, op het afgesproken tijdstip veilig en wel bij ons aankomt. We vertrouwen er ook op dat een monteursbedrijf bijvoorbeeld een defect onderdeel in onze auto zal repareren, of dat er geld beschikbaar zal zijn bij de bank, waar wij cliënt van zijn wanneer een opname wordt gedaan. Zonder dit vertrouwen zou het leven zoals we het kennen, gewoon niet werken. Maar kan God worden vertrouwd? En is de Bijbel te vertrouwen? Als iemand geen kennis van God heeft, hoe kan God dan het vertrouwen van die persoon winnen? Hoe kan God aantonen dat de Bijbel het waard is? om volledig te vertrouwen door te laten zien dat het historisch op waarheid berust en accuraat is en juist is. Wel, die antwoorden kunnen we zelf in toe, in de Bijbel, de handleiding voor het leven vinden. In de Bijbel gaan wij lezen over iemand die God niet kende en op een hele aparte manier in aanraking is gekomen met God. Maar dat maar, maar voordat we over die persoon gaan lezen, is het goed om eerst deze vraag te beantwoorden. Hoe laat God zien dat hij te vertrouwen is? En dat antwoord kunnen we vinden in Jesaja hoofdstuk 46, vers 9 en 10. Daar staat geschreven: Denk aan wat er vroeger is gebeurd. Ik ben God en er is geen andere God. Er is niemand als ik. Al aan het begin vertel ik wat er aan het einde zal gebeuren. Ik spreek van tevoren over dingen die nog niet gebeurd zijn. Door te laten zien dat hij het vermogen heeft om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen voordat ze plaatsvinden, laat God zien dat hij te vertrouwen is. Heeft u ooit van koning Nebukadnezar gehoord? Zijn naam komt in alle geschiedenisboeken voor. En voor zijn vrouw heeft hij een geweldige, prachtige tuin laten aanleggen. En die tuin staat bekend als de hangende tuinen van Babylon. Nebukadnezar was de beroemdste, hij was ook een wrede koning, van het Babylonische Rijk in de periode 605 tot 562 voor Christus. En aan hem openbaarde God zijn betrouwbaarheid. En waarom? Omdat deze koning dacht dat hij de machtigste koning was. Niemand kon hem iets doen. Hij had een sterk leger. Hij was de man. Althans, dat dacht hij. Maar hoe openbaarde God in het leven van koning Nebukadnezar zijn betrouwbaarheid? We lezen weer uit dat woord toe en gaan naar hoofdstuk. 2 van het boek Daniel, hoofdstuk 2, vers 1. Toen Nebukadnezar twee jaar koning was, had hij een droom die hem heel onrustig maakte. Hij kon er niet van slapen. Deze Babylonische koning Nebukadnezar hij had een droom die hem verontrustte. Toen hij s'nachts wakker lag, wist hij dat hij iets van waarde had gedroomd, maar hij kon zich de details van de droom niet herinneren. En hij wist niet wat het betekende. P, paniek, natuurlijk. Wat nu? De machtige koning Nebukadnezar is nu zwaar gestresst en hij gaat, zoals iedere goede leider, om raad vragen, om advies vragen. Hij laat zijn adviseurs komen naar het paleis en hij vertelde aan ze dat hij een enge droom had gekregen, maar hij wist niet meer wat hij had gedroomd. Kan een van jullie mij die droom vertellen en ook uitleggen wat dit betekent? Alama, stil geen woord. Al die raadgevers die voor de koning stonden, konden hem nog de droom vertellen, nog de droom uitleggen. En ze antwoordden de koning in Daniel 2, vers 10 en 11. Geen mens is er op de aarde dat kan doen. Wat u heeft gevraagd. Daarom heeft ook geen enkele koning, hoe groot en machtig hij ook was, ooit zoiets van een geleerde of tovenaar, waarzegger of wijzige vraag. Wat u vraagt is te moeilijk, mijn heer de koning. Niemand kan u dat vertellen, alleen de goden kunnen het u vertellen, maar zij zijn niet bij de mensen. Wat was nou Nebukadneza's reactie toen zijn adviseurs zijn droom niet konden uitleggen? Daniel 2 vers 12 zegt. Toen werd de koning woedend. Hij gaf het bevel alle wijzen, dus alle adviseurs van Babel te doden. Dit dood van ons had ernstige gevolgen voor Daniel en zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego, ook bekend als Hanania, Michaël en Azaria. Hoewel ze trouwe volgelingen van God waren, behoorden ze tot Nebuchadnezzar's topadviseurs. Ze waren er niet bij op het moment dat de koning het doodvonnis had uitgesproken over al zijn adviseurs. Het doodvonnis dat aan de wijzen werd gegeven betekende dus dat Daniel en zijn vrienden. Ook zouden sterven. In vers 16 tot en met 18 van hetzelfde hoofdstuk lezen we verder. Toen ging Daniel naar de koning. Hij vroeg de koning of hij hem de tijd wilde geven om hem zijn droom uit te leggen. Daarna ging hij naar huis, vertelde alles aan zijn vrienden Hanania, Michaël en Azaria. Hij vroeg hen ook om te bidden of God medelijden met hen zou willen hebben en aan Daniel de droom en de betekenis ervan te vertellen. Want dan zouden Daniel en zijn vrienden en de rest van de wijze mannen niet gedood worden. Nadat ze van de koning toestemming hadden gekregen om de tijd te nemen om de droom van de koning te overwegen, baden Daniel en zijn vrienden dat God de droom aan hen zou openbaren. En God deed dat. Onthoud u alstublieft deze woorden, lieve vrienden. God verhoort gebeden. U kunt er zeker van zijn dat God uw gebeden hoort. Dat heeft hij God zelf beloofd. De volgende versen bevestigen dat. Leest u maar mee. We gaan naar Matthäus hoofdstuk 7 vers 7 en 8. Jezus zei tegen zijn leerlingen, bid, want dan zul je krijgen, zoek, want dan zul je vinden, klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bid zal krijgen, iedereen die zoekt zal vinden en voor iedereen die klopt zal worden opengedaan. En in Jesaja 65 vers 24, en ik zal antwoorden nog voordat ze mij om hulp hebben geroepen, ik zal hun al antwoorden terwijl ze nog tegen mij spreken. Wat goed is om te weten is dat we moeten bidden volgens de wil van God. En er zijn een aantal dingen waarvoor we zouden kunnen bidden, waarvoor God weet dat ze eigenlijk niet goed voor ons zijn om ze te ontvangen. Of het kan zijn de timing dat niet goed is en God weet dat het beter zal zijn om te wachten voordat Hij het antwoord op ons gebed geeft. Die hele Bijbel laat zien dat God te vertrouwen is. Durft u. U die nu naar mij kijkt en naar mij luistert, God te vertrouwen? Bent u bereid om God te vertellen dat u hem vertrouwt en dat u meer over hem en zijn plan voor uw leven wilt weten? Als God in staat is geweest de beroemde en machtige koning Nebuchadnezzar zijn toekomstplannen te vertellen en trouwens die plannen zijn volgens de Bijbel ook uitgekomen en dat kunnen we ook terugzien en lezen in de geschiedenisboeken, dan is God ook in staat... U te helpen het vertrouwen in hem te winnen. Nebuchadnezzar kon vol overtuiging aan Daniel zeggen. nadat de uitleg van de droom uh, kwam in Daniel 2, vers 47. En hij zei: Werkelijk, jouw God is de machtigste God van alle goden. en de Heer van alle koningen. Hij is het die verborgen dingen bekend maakt. Daardoor heb je me dit kunnen vertellen. Vrienden, de vraag is. Is God te vertrouwen? Die vraag wil ik veranderen naar: Durft u God na al deze bewijzen uit dat woord toe te vertrouwen? Laten we samen bidden. Almachtige God, wij danken u dat uw woord heeft gesproken. Wij danken u dat de handleiding van het leven de Bijbel heeft gesproken. Het leven van Nebuchadnezzar hebben we even belicht. En we zien heel duidelijk dat hij kon erkennen dat u de God bent en boven u niemand anders is. Hij kon het erkennen en wij willen ook durven die stap te maken te erkennen dat u te vertrouwen bent. Want u kent ons, wij zijn uw schepselen, u bent onze schepper, u houdt van ons met een eeuwige liefde en u wilt hebben dat het goed gaat met ons. Wij kunnen U vertrouwen en wij danken U dat wij iemand hebben die wij te alle tijden kunnen vertrouwen. Dank U wel voor Uw liefde, dank U wel voor Uw trouw in Jezus' naam. Amen.